Suriname heeft vandaag de 49ste Internationale Natuurkunde Olympiade geëvalueerd in het IGSR-gebouw van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Van 5 tot en met 12 juli maakte Suriname deel uit van deze Olympiade te Lissabon, Portugal. De Internationale Natuurkunde Olympiade is een wedstrijd in het vak natuurkunde, waarbij de 5 beste studenten per land meedoen. Deze Olympiade wordt sedert 1967 gehouden, waarbij er steeds wordt gekozen voor een ander gastland. Suriname neemt sinds 1991 deel. Het is dit jaar de groep niet gelukt om prijzen in de wacht te slepen. Tot nu toe is het Suriname in 2009 gelukt een eervolle vermelding te krijgen in Mexico. In 2014 een bronzen medaille in Kazachstan en vorig jaar wederom een eervolle vermelding in Indonesië in de wacht te slepen. Voorzitter van de Natuurkunde Olympiade, Viren Ajoja, vertelt meer over de Olympiade. Even snel die selectie, hoe dat in zijn werk gaat voor de mensen die dat niet weten. We beginnen in juni ongeveer met de eerste ronde. Dus iemand die in de vierde klas zit, VWO, die doet dan mee met de eerste ronde. En dan heb je een aantal rondes, 3 rondes. En dan uiteindelijk is de selectie dat jaar erop. Ergens in mei, juni, begin mei, dan weten van wie de 5 zijn. En die 5 gaan dan naar de internationale Olympiade. Je bent dus bijna een jaar lang bezig met natuurkunde als studenten. Dus het is een vrij intensief traject wat je doorloopt. En tijdens die rondes krijg je ook natuurlijk training vanuit de universiteit. En begeleiding, materiaal, boeken, filmpjes, etc. Om je te proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Want als je eenmaal in die top 5 zit, dan ga je dus naar het buitenland, maar dan moet je, is nog niet klaar. Dus is niet van ik zit in die 5 en ik heb mijn prijs. Nee, je moet daar natuurlijk ook je best doen. De top 5 studenten die Suriname dit jaar hebben vertegenwoordigd zijn Keen Ramdin, Rianne Tsai, Mubarak Yusuf, Pravish Ramroep en Vijaya Lachman. Lachman vertelde meer over hoe de selectie is geschied. Dus we beginnen met de eerste ronde. Daar wordt toets 1 gemaakt. Dit wordt gemaakt door studenten die geïnteresseerd zijn om mee te doen aan de Natuurkunde Olympiade. Deze toets wordt afgenomen op de scholen. En dan de mensen die het halen, die gaan verder naar de tweede ronde. Het pijltje naar rechts. Oké. Nu, het tweede ronde houdt in dat je een septemberkamp gaat volgen. En bij het septemberkamp volgen we 5 dagen les. Dat is meestal aan het eind van september. En die uren zijn van 8 uur tot 2 uur. En aan het begin van het septemberkamp maken we al 1 toets. En dan het tweede toets wordt gemaakt in november. En de top 14 mensen, dus de 14 mensen die de hoogste punten hebben gehaald, gaan verder naar de derde ronde. En dat was Vijaya Lachman, een van de studenten die meegedaan heeft met de Natuurkunde Olympiade die dit jaar in Lissabon, Portugal is gehouden. Alle 5 studenten hebben in eigen land prijzen, medailles en certificaten ontvangen.